Dit is mijn pappadag. Ik heb één dag in de week. Papa. Ja, zeker. En ik geniet er heel erg van om één keer per week gewoon een hele dag met hem te zijn. En volgens mij is het gewoon heel goed voor elke vader om dat te doen. This is a man's world. Ik ben 32 jaar en dit is de tijd om zeg maar te knallen. This is a man's world. Ik vind het belangrijk dat ze een goede toekomst krijgt. En ik denk dat je als vader ja, dat ook kan waarborgen door fulltime te werken. Dit is het allereerste nummer wat we toen hadden uitgegeven. We hadden een interview met Schiefmacher, ook vader. En het idee was, van, er moet toch iets anders te maken zijn als al die bestaande jonge gezinnenbladen. Bijvoorbeeld hoe je een mobiele telefoon weer in elkaar zet, als je kind hem heeft gesloopt. Ik vind dat zoiets stoms. Een pappadag, alleen de naam al. Nee, echte mannen trekken hun bek open.